Hallo mensen, vandaag wil ik het met jullie hebben over het veelbesproken topic graphics en artstyle. Ik zal vandaag proberen om duidelijk te maken wat mijn mening hierover is, wat ik hierover denk en wat ik denk dat nu eigenlijk het geval is rond dit onderwerp, want er is redelijk veel discussie hierover al heel lang eigenlijk in YouTube, op het internet in het algemeen, in het echt zelfs. Van graphics, is dat nu belangrijk? Artstyle, is dat nu iets belangrijk? En wat is er belangrijker, graphics of artstyle? In welk soort games en genres? Er is heel veel discussie rond al heel lang. En ik wil hier nu eindelijk ook eens mijn gedachten over zeggen en zeggen waar ik in geloof. Voor ik het wil hebben over artstyle, ga ik natuurlijk eerst moeten uitleggen wat artstyle is, want dit is nogal een rare term die niet iedereen begrijpt. Bijvoorbeeld, dit spel heeft een retro-moderne artstyle. Dat is de artstyle, dat is de spel, dat is de stijl waarin de graphics van het spel zijn gemaakt. Bijvoorbeeld, dit is duidelijk een modern/retro-stijl graphics dat dit spel heeft. Dat is een voorbeeld. Bijvoorbeeld, Contrast heeft een heel donkere stijl, een heel schaduwachtige stijl. Zoiets, bijvoorbeeld. En zo kan ik doorgaan. De meeste games hebben een soort van artstyle. Je hebt ook games die simpelweg een realistische stijl hebben. Zoals bijvoorbeeld de laatste paar Battlefield games hebben een realistische artstyle. Persoonlijk geloof ik dat artstyle over het algemeen belangrijker zijn dan graphics. Omdat artstyle eigenlijk veel meer bepaalt en dat eigenlijk ook van langere duur is. Een spel kan heel goede graphics hebben nu, maar over 15 jaar betekent dat niks niet meer. Terwijl als je een spel ontwerpt met een heel mooie artstyle, neem nu bijvoorbeeld Journey is nog zo'n spel met een heel mooie artstyle. Over 15 jaar zijn de graphics van dat spel misschien een beetje outdated, maar die artstyle blijft mooi. De realistische graphics van bijvoorbeeld Crysis 3 stellen over 15 jaar ook niks meer voor en dan blijft er niks meer over van die mooiheid van dat spel. Artstyle duurt veel langer en geeft ook direct het thema van het spel aan, bijvoorbeeld bij het spel dat jullie nu op de achtergrond zien, Geometry Wars 3 Dimensions. Dit spel heeft een retro/moderne stijl en over een aantal jaar zal het nog steeds retro en modern zijn en dat geeft direct een beetje de sfeer van het spel aan. De muziek helpt daar dan ook nog verder bij. Je kan daar heel veel dingen op beginnen bouwen. Als dit spel nu modern retro stijl heeft, kan je daar modern retro muziek beginnen onderzetten. Je kan bepaalde gameplay elementen daarnaar beginnen richten. Artstyle maakt naar mijn mening veel meer uit dan graphics. Maar daarom zijn graphics natuurlijk niet onbelangrijk. Verre van. Naar mijn geloof, graphics doen ertoe. Maar dit hangt heel erg af welke artstyle je spel heeft. De ene artstyle heeft minder goede graphics nodig dan de andere om er prachtig uit te zien en om er prachtig te blijven uitzien. Neem bijvoorbeeld dit spel. De graphics van dit spel hoeven er niet prachtig uit te zien, want dat was de bedoeling van de artstyle. Het enige wat deze artstyle nodig heeft is een stijl met heel veel lijntjes en vakjes, heel veel neonlichten en dat soort dingen. De graphics daarvan hoeven nu eenmaal niet prachtig te zijn en bij een spel als dit doen de graphics er dus heel, heel weinig toe. Maar bijvoorbeeld als je een spel in een heel realistische stijl ontwerpt, zoals veel van FPS games tegenwoordig, neem nu Battlefield, Call of Duty, Crysis, dat soort games, daarbij doen die er natuurlijk dan wel heel erg toe. Want als je een realistische artstyle wilt hebben als developer, dan moet je de graphics hebben om het er ook realistisch te laten uitzien. Het heeft geen zin om je spel een realistische artstyle te geven en de graphics dan shit te laten zijn, want dan heb je een spel dat realistisch zou moeten uitzien, maar er niet realistisch uitziet. En dan heb je ook een spel dat heel snel outdated zal zijn, dat er heel snel niet mooi meer zal uitzien. Dus graphics doen ertoe, maar hoeveel het ertoe doet, hangt echt wel af van het soort artstyle dat de developer gekozen heeft. Een discussie die er ook heel veel is namelijk de graphics versus gameplay. Wat is er belangrijker? Wel, ik denk dat dit
een beetje afhangt van welk soort spel je aan het spelen zit met opnieuw. Ik ga het nog een keer zeggen welke artstyle het spel heeft, welk genre het spel is, wat voor spel het over het algemeen gewoon is. Een Mario Kart game bijvoorbeeld, daar is gameplay veel belangrijker, omdat dit nu eenmaal een spel is dat er niet hoeft geweldig uit te zien. Gameplay is de hoofdzaak bij dat spel. Maar bij een game zoals Crysis bijvoorbeeld, daar zijn graphics veel belangrijker, omdat graphics over het algemeen veel bijdragen aan de geloofwaardigheid van het spel. En de geloofwaardigheid voegt dan heel veel toe aan de plezierfactor, dus aan de gameplay ook een beetje. Dus het hangt er opnieuw een beetje vanaf. Sommige games hebben goede graphics nodig om plezant te zijn, over het algemeen. Maar sommige games hebben dat dan weer niet nodig. Ik ga de video hier al beëindigen, want ik vind dat dit onderwerp grotendeels afhangt van persoon tot persoon. Ik ben een voorstander van goede artstyle met gameplay op de tweede plaats en graphics op de derde plaats. Voor mij persoonlijk, artstyle is veel belangrijker en wint bij mij altijd van een game met wat betere graphics. Blur is daar een ideaal voorbeeld ook weer van. Dit spel is daar een ideaal voorbeeld van. Ik kan van het uitzicht van dit spel en van Blur, van dat soort games met een mooie artstyle, kan ik veel meer genieten dan van een games met goede graphics, die er bovendien over een aantal jaren niet zo mooi meer uitzien. Terwijl een spel zoals dit of als Blur, een spel met een mooie artstyle, ziet er over 15 jaar nog steeds mooi uit. Maar het blijft iets wat voor jou persoonlijk is. Sommige mensen zien daar heel weinig in speciale artstyles en zo. En die, voor hen is dan vanzelfsprekend graphics belangrijk. Het is iets wat je voor jezelf een beetje moet uitmaken. Maar voor degenen die mijn mening wouden weten over dit onderwerp, je hebt ze nu. En natuurlijk is hetgeen wat ik nu ga zeggen, tot volgende keer.